We staan hier op Schiphol Oost. Ja, hier zijn eigenlijk alle dieseltrekkers. Dus zo'n beetje eigenlijk alle dieseltrekkers op Schiphol rondrijden zo'n beetje. Ja, wij verhuren alle equipment, vliegtuigen af te handelen. En wij onderhouden het, we repareren het en we zorgen eigenlijk dat het blijft draaien voor de klant. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om met pneumatische en hydraulische systemen te werken en dat kan ik hier goed toepassen. Als servicetechnicus moet je in huis hebben een beetje technische kennis, een beetje doorzettingsvermogen. We moeten natuurlijk al voertuigen afmaken en je schema's kunnen lezen, dus elektrisch, hydraulisch. Communicatief sterk zijn, dat je ook elkaar wat kan uitleggen. En je hebt natuurlijk contact met de klant. Dat is denk ik het meest belangrijke. Omdat ik ook best wel nieuw ben, word ik ook best wel ook al erg alle kanten opgestuurd om heel erg breed te leren en overal wat mee te pikken. Ja, hij heeft inderdaad even zijn tijd nodig, maar dat gaat hartstikke goed. We hopen dat we hem veel bij kunnen brengen. Oké, Randy. Met dit voertuig willen de gips die willen niet sluiten. Dus we gaan elkaar storingen zoeken. Het kan af en toe wel eens stressvol zijn. Zeker als de klant op het voertuig zit te wachten en er zit een moeilijke storing in. Je krijgt het zo 1, 2, 3 niet voor elkaar. Ja, dan moet je eigenlijk wel gewoon doorgaan totdat je het hebt gerepareerd. Ik heb nog niet echt plannen voor de toekomst. Zolang ik deze plek heb, vind ik het eigenlijk gewoon fijn om hier te blijven. Oké, deze is weer klaar. En we gaan weer richting het platform brengen en terugbrengen naar de klant.